Hallo true liefhebbers en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. We gaan de 19e etappe rijden. En gisteren is het de laatste bergrit geweest naar Luz Ardiden. En daar hebben wij de gele trui verstevigd. 24 seconden voor Pogačar. De rest al boven de 6 minuten gereden. Van Aert nog knap tiende. Misschien dat ja, met de tijdrit misschien nog ietsjes hoger kan eindigen. Mollema heel knap. Verrassend eigenlijk wel goed in de top 10. Goudou viel tegen deze tour. Ook Uran. Even kijken, nog meer Gudjonard en Kelderman. Die het in het echt toch allemaal wel wat beter doen. Maar we gaan kijken naar de 19e rit van vandaag. De start is in Morens. Als ik het goed uitspreek. Een vlakke rit naar Libournay. 206 kilometer zelfs. Met een tussensprint en 2 vierde categories. Daar staan we weer in ons gele tricot voor de tweede dag met Primoz Roglic. De bollen zijn ook voor ons, maar Pogačar heeft de bollen trui nu aan. En het wit heeft nu iemand aan en het groen is wel voor Mathieu van der Poel. Die wij vandaag gaan proberen af te pakken van Van der Poel. Puntenverschil is 42 punten. We gaan het allemaal zien deze rit. We gaan zo naar de tussensprint. En de voorsprong van de kopgroep van 6. Cornevra, Valken, Pedersen, Devijns, Rotta. En Peters is al opgelopen naar de 13 minuten. Ja, wij als enigste ploeg moeten controleren. En Alpecin Phoenix helpt een beetje mee. Daar gaat Van der Poel. Die lijkt al weg te zijn. Oh, hij remt. Kunnen we er dan langs? We komen er langs, ja. Maar ja, dan pakken we maar één puntje winst. Dat is ook niks. Ja, de kopgroep gaat waarschijnlijk de etappe winnen. Maar ik heb er ook niet heel veel belangen meer bij. Laat het maar lekker over aan de kopgroep. De kopgroep gaat vandaag de etappe winnen. De strijd, daar is het nog bijna 1 kilometer tussen Pedersen en Lance Peters. Daarvoor in ieder geval Kasper Pedersen, geen Mats Pedersen. Hier gaan we op 13 minuten denk ik binnenkomen. Nu wordt het de sprintersploeg wel. Wie gaat de etappe winnen? Wordt Nans Peters? Ja, het wordt Nans Peters. Vorig jaar in de Tour won hij ook al een rit in de echte Tour. En nu pakt hij ook ja, een soort van overgangsetappe een ritwinst. Ja, het was niet echt een, ja, een beetje een overgangsetappe. Een vlakke rit. Maar ja, wij moesten alleen op kop onze ploeg. De rest van de ploeg Alpecin deed niks. Ja, nu komen ze pas. We raken nu een beetje van achter. Even kijken, ons ploeg. Ja, die is helemaal uitgemold qua blauwe energie. Ja, we moesten op kop rijden. Niemand ging op kop rijden van de ploeg. Natuurlijk zijn wij de man in het geel. Primoz Roglic. Maar dat we dan ook deze sprintetappe moeten controleren. Vond ik wel een beetje heel raar. Dus liep het verschil op naar 12 minuten. 13 minuten ook zelfs. Maar ja, niks aan te doen. We gaan gewoon dit sprintje nog proberen te winnen in het peloton. Achter Roglic. Ja, we zitten een beetje ver. Smal straatje. Pedersen. Tussen Van der Poel. Wordt een beetje opgehouden. Ballerini naast Laporte. En dan pakken we hier nog wel wat punten in de strijd om de groene trui. De winnaar van deze etappe is Nans Peters. Cornevra zat ook al mee. Maar die deed waarschijnlijk het knechtenwerk. Peters wint de etappe. Hier de top 10 dus. Nans Peters voor Pedersen. Voor de ploegmaat van Peters. Cornevra, Devenijns, Valken, Rotta. In het peloton komt uiteindelijk op 11 minuten 53 binnen. Ballerini, Laporte, Van Aert, Kokar, Demar. Pakken wel wat punten winst hoor op Van der Poel. In het puntklassement waarschijnlijk. En hier komt de rest van het peloton eigenlijk binnen. Bergklassement, Devenijns pakte 1 puntje. Kijken of verder nog wat mannen tijd verliezen. Nee, het was dus niet echt een hele spannende rit. Kijken, volgens mij zijn nu wel wat mannen opgeschoven in het klassement. Ook Kruijmannen was 3 plekken verloren.
kijken, die vluchters. Ja, Peters, 8 plekken gewonnen. Dave Nijns had plekken gewonnen. En Con de Vra natuurlijk. En Valkrein. Het bergklassement is nog altijd voor Primoz Roglic, voor ons en de gele trui ook. Het puntenklassement, ja, dat gaat zeker nog spannend worden. Er zit nog normaal ongeveer iets meer dan 30 punten zit er tussen Van der Poel en Van Aert. Dat wordt spannend. En een jonge klassement nog altijd voor Pogacar. Ineos leidt nog altijd ploegenklassement. En het strijdlust klassement is nog altijd voor Tiesch Benoot. Morgen staat er ook een hele leuke rit. Dan is het geen gewone rit, maar een tijdrit van Libournée. Gaan we het stadje in, het stadje uit naar Saint-Emilion. Een tijdrit van 31 kilometer, 2 tijdmetingen in het helemaal in het deel aan de zee in Frankrijk bij Libournée. En dan natuurlijk dan de etappe na de tijdrit van Château naar de Champs-Élysées. Eerste tijdrit. Misschien ja, dan gaat het gewoon nog heel spannend worden. Dat is zo. Tussen Pogacar en Roglic beide heel goed tijdrijden. Of Roglic pakt Pogacar in. Of andersom. Maar dat gaan we allemaal morgen zien. Dan valt de beslissing in deze Tour wie er gaat winnen. Roglic of Pogacar. We gaan het zien. Ik zeg zo altijd, adamant.